het is dan zover. Het is tijd voor de Vistaprint merchandise. Laten we even kijken hoe het eruit gaat zien. Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zo, in deze video gaan we onze merchandise eens even uitpakken. Ja, en ik moet zeggen, even kijken wat we allemaal gaan krijgen en hoe de kwaliteit is. Ik heb besteld bij Vistaprint en ik moet ze extra kudo's geven, want het beviel me heel goed. Ook de support is enorm goed. Maar ik wil er wel bij vertellen, deze video is niet gesponsord, want ik heb eigenlijk alles zelf gewoon betaald. Ja. Als je in ieder geval kijkt dus op de website, kunnen we echt heel veel vinden. Nou, ik vind het wel een bijzondere verpakking, want je moet hem blijkbaar gewoon zo openscheuren. Overigens ook heel erg slim, want ja, natuurlijk als jij je met een mes snijdt, heb je kans dat hetgeen wat erin zit, dat je het beschadigt. Zo, alright, eens eventjes kijken, eens eventjes openmaken. Oh, lekker schudden, rukken. Ja. Maar we hebben in ieder geval een aantal items binnen gehad. Ik had een order gemaakt en ja, er waren diverse soorten kwaliteiten. Dus ik moet even gaan kijken wat het er allemaal, hoe het eruit ziet en uiteraard hoe het gaat zitten. Want ik heb wat t-shirts voor mezelf besteld en ook wat andere leuke dingetjes. Nou ja, in ieder geval het eerste wat ik heb besteld is letterlijk één pen. Dit is zeg maar een soort sample pen. Ja, ik wil ook even kijken hoe die schrijft, want dat vond ik ook heel belangrijk hoe die in de hand ligt. Het is in ieder geval de Wicked Gamer and Collector. Oh, ze hebben het in een gesielde zak gedaan. Nou ja, eens eventjes uitpakken natuurlijk. Nou ja, staat gewoon de naam op van de grotere YouTube channel Wicked Gamer and Collector. Vond ik wel fijn. Ik was wel benieuwd naar dit bijvoorbeeld. Hier zit dan eigenlijk echt een rubbertje aan. Nou ben ik wel benieuwd of als je hem een paar jaar hebt of dat het niet gaat plakken, want dat heb ik wel eens gehad bij pennen. Voor de rest, de naam ziet er echt goed uit. Met af en toe heel te spreken. Hij is voornamelijk echt gemaakt van plastic, maar hij kost ook heel weinig. Het was echt pleurowerk. Eentje, hij bevalt, dus kunnen we wat meer gaan bestellen uiteindelijk. Dan krijgen we de t-shirts. Ik heb meerdere soorten t-shirts besteld. En ik heb eigenlijk met twee soorten logo's. Even kijken of dat je het hier kunt zien. Dit is eigenlijk de L. En dit is de Package from China variant. Ik vond het gewoon leuk. Ik heb net een nieuwe logo laten maken voor een, ja, in ieder geval een, ja, voor een idee voor in de toekomst. Kom ik nog een keertje op terug. Ik heb wel de Vistaprint shirtjes, de soft touch gebruikt. Je hebt nog meerdere varianten als je kijkt op je website. Dan eens even kijken. Dit is de Wicked Gamer and Collector. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien. Eens even kijken wat we er meer hebben. Hier zie je ook wat andere dingetjes liggen. Ik had ook mokken besteld. Dat leek me ook heel erg leuk. Er blijft echt niks meer van die doos, hè. Dan eens even kijken. Dan hebben we mok nummer 1. Die gaan we zo meteen even uitpakken. Mok nummer 2. Dus dat zijn eigenlijk de samples. Ik heb ook een petje in principe genomen. Ik ben echt een petdrager, vooral in de winter. Daar gaan we zo meteen een kijkje naar nemen. Hier heb ik nog een package van China. Dus even kijken. Even kijken wat we allemaal hebben. Premium. Dus even kijken, want we hebben inderdaad heel veel t-shirts. Volgens mij hebben ze bijna alles al gestuurd. Of... ja, eens even kijken, want de order zou een twee keer gegaan zijn. En volgens mij hebben ze inderdaad echt meerdere dingen al gestuurd. Interessant. Ze waren heel snel trouwens. Ik ben eventjes begonnen met de Wicked Gamer and Collector en de Package from China t-shirts. Later wilde ik nog eentje van de Dutch Gamer nemen. Maar goed, ik denk we moeten ergens beginnen. En bepaalde logos had ik en passen ook gewoon perfect hierop. Zoals je ziet hebben we hier de L en de XL. Moest even kijken hoe ze uitvallen. Ja, dit noemen ze dan de Premium blijkbaar. En dit is even kijken, de Premium X. Ik weet niet wat nou L en X is, maar ik denk dat X gewoon de XL is. We gaan het even kijken, we gaan het eens even openmaken. Ze zitten wel in mooie zakjes mooie zakjes. Even kijken hoe de zeefdruk is. Ik wil even ruiken. Want de vorige, dat heb ik nog heel lang geleden extra besteld. Toen roken ze wat chemisch. Nou, het valt mee. Het valt mee. Wel een beetje zo'n nieuwigheid. Dus ik denk dat ik ze wel eerst even uit ga wassen. Oké, dus het merk is Russell wat ze gebruiken. Dit is de XL. Klopt dat ook inderdaad? Ja, het is wel, kaartje was hier ergens. Nou, dit is eigenlijk dan... ah ja, hier is die, ja. Oké, dus de X staat voor XL. Dus even kijken. Ik ben heel benieuwd hoe deze druk erin blijft zitten. Of dat het mooi blijft. We gaan hem sowieso gelijk even wassen. Dat vind ik altijd wel lekker en fijn. Dan ruikt het ook lekker. Nou ruikt het echt chemisch. Maar voor de rest, ja, het ziet er wel leuk uit. Ik heb gekozen om gewoon alleen maar aan de voorkant Wicked Gamer and Collector te kiezen. En ja, simpelweg. Omdat ik zoiets had van dit vind ik toch wel heel erg mooi. Valt ook wel op, maar niet te, weet je. Anders krijg je echt zo'n gigantische plaket. Ja, en zoals ook op de foto. Hij is precies in het midden gezet. En dat ziet er allemaal toppie uit. Dan heb ik ook even een elletje genomen. Wat ik moet wel zeggen, als het warme dag is, vind ik het fijn om een beetje zo'n flabber t-shirtje aan te doen. Dus even kijken. Dit is dan de L. Die is dan wat kleiner. Ik ben benieuwd hoe die uit gaat vallen. Eens even koekeluren hoe dit allemaal zit. Ja, voor de rest aan de achterkant, zoals je ziet, heb ik niks. Ik hou wel van zwarte t-shirtjes. Yep. Dus dit is in ieder geval de L en deze. Oh, je ruikt het wel, jongens. Oh, je ruikt het wel. Laten we eens even gaan kijken naar deze t-shirtjes.
Dan hebben we in ieder geval het nieuwe logo, de Package from China logo. Speciaal laten designen. Alleen het aparte vind ik wel, we hebben in ieder geval de XL hier. Dat noemen ze dan blijkbaar wel XL. Even kijken. Ik zal echt waarschijnlijk gewoon moeten checken naar mijn order, want ik had een x-aantal varianten besteld. En dit is, even kijken. Ah, dat klopt. Nou, weet je wat ik apart vind? En dus ze hadden gezegd dat er een veel langere leeftijd op stond op de andere varianten. Zeg maar de Fruit of the Loom. Dat zijn deze t-shirts. Deze heb ik wel echt eerder gehad. En dit is dan eigenlijk het logo. Heel het klein. Eens eventjes kijken hoe dat eigenlijk uit is gekomen. Nou ja, op zich de print is wel mooi. Nou, omdat het een groot logo is. En hij is niet recht toe recht aan. Heb ik ervoor gekozen om in het hoekje te doen. Dus je ziet gewoon bescheiden. Gewoon hier gewoon in het zijkantje. Nou weet ik niet of dat die groter had moeten zijn. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje lastig vind ik. Vooral op de foto. Ja, had gekund. Maar ja, als je hem te groot maakt dan ja, valt hij ook weer een beetje, ja, valt hij weer op. Maar dan wordt het weer zo groot kolossaal. Volgens mij gebruiken ze zeefdruk als je zo ziet. Het ziet er goed uit. Dus even kijken hoor. We hebben dus Fruit of the Loom wat wel opvalt. Dit is dan Fruit of the Loom, zeg maar het iets duurder t-shirt. En inderdaad, deze is echt soft touch. Ik vind het wel heel erg lekker. Ik vind degene zeg maar, die ik eerst heb besteld, de groene Vista kwaliteit. De Vista print kwaliteit vind ik wel een heel fijn stofje. Dus ik moet je eerlijk vertellen, dit is meestal Fruit of the Loom vind ik wel een kwalitatief goed. Daar was ik altijd weer spreken over. Maar ik denk dat ik dan eigenlijk misschien toch wel voor de soft touch ga. Ik vind het wel, ja, ik vind het toch wel fijn. Eens even kijken wat we hier hebben. Dit is weer de premium. Dat is eigenlijk de soft touch weer. En dit is dan eigenlijk hetzelfde soort t-shirtje. Maar dan inderdaad met Package from China logo. Oh. Ik heb wel het idee dat deze groter is uitgevallen. Ja, inderdaad. Ja, nee. Deze is echt wel een stukje groter uitgevallen. Dus ik denk dat het logo zelf. Eens even kijken waar die andere is gebleven. Hallo, goedemorgen. Ik heb zoveel t-shirts dat ik het gewoon kwijt ben. Oh ja, hier. Ah ja, kijk. Dan moet ik wel zeggen dat. Dat is wel leuk op zich. Kijk, want deze is dan echt heel klein. Zoals je hier kunt zien. En deze is een stuk groter. Dit is eigenlijk precies waar ik het net over had. Dan valt hij toch net iets meer op. Dus ja, wat nou leuker is. Ik zou zeggen, laat me een berichtje in de comments achter. Wat vind jij nou leuker? Zeg je zo van, nou, ik vind het groter wel leuk dat het mee opvalt. Of het moet bescheiden en klein zijn. Nou ja, dan heb ik in principe nog steeds dezelfde t-shirtjes. Gewoon inderdaad van de Vistaprint Soft Touch en dan de Fruit of the Loom. Nou ja, ik moet zeggen, ik ga ze wel lekker wassen. Ik ga ze aandoen en ik ga ze kijken. En ja, nogmaals, laat me weten. Zou jij dit nou willen zien bij de Wicked Dutch Gamer? Kunnen we ook leuke t-shirtjes gaan doen? Nou, blijkbaar hebben ze inderdaad die Russell. Die hebben ze gewoon met groter. Dus ik moet eventjes de samples gaan bekijken. Want ik denk dat daar toch blijkbaar met het maken. Op het fotootje zag hij echt hetzelfde eruit. Maar nogmaals, ik vind het wel leuk eigenlijk. Dus ja, ik vind het heel belangrijk. Laat me weten wat vind jij leuk. Vind jij een groot logo leuk aan de zijkant? Of zeg je hou het bescheiden en hou het klein? Plastic. Maar volgens mij ruikt het chemisch uit. Blech. Zo, en dan hebben we in principe de twee mokjes. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe die zijn uitgekomen. Oké, wacht. Ah, ik heb een mes nodig, jongens. Waar is het mes? Ik heb mijn mes gewoon ook niet in de buurt liggen. Ik had Pak een schaar. Ja. Oké, dit is in ieder geval mok nummer 1. Als het goed is, was het een Package from China mok. Ik had even gekeken van wat leuk is. Ze zijn al allebei de kanten bedrukt. Ah, nee, dit is de Wicked Gamer & Collector mok. Ik heb een witte gekozen. Ik drink dan vaak thee. En wat ik ook vaak heb als ik thee drink. Ik heb wel eens donkere mokken gehad. Ja, dan weet je niet hoe donker je thee is. Nou, het ziet er wel leuk uit. Inderdaad. Ik heb het gewoon klein gehouden. Wicked Gamer & Collector, zoals je hier ziet. En dan heb ik dan mijn logo van de main channel. De print ziet er wel heel goed uit. Er zit een beetje vuil op. Dan lijkt dat hij beschadigd is. Dus dat is echt wel tof. Ziet er goed uit. Dan hebben we inderdaad nog de andere variant. Zo. En dan hebben we nog een keer Wicked Gamer & Collector. Maar dan hebben we eigenlijk hier de Package from China. En dat is echt heel leuk uitgekomen. Ik moet zeggen dat ik heb toen wel een beetje lopen spelen met de logo formaat. Hij is wel iets groter zoals je ziet. Ik heb hem iets breder gehouden. Wat ik wel vond met dit logo van mij. En dat is gewoon mijn probleem met mijn logo. Kijk, als je hem ook zo vasthoudt. Lijkt het net of dat hij een beetje uit het midden staat. Bijvoorbeeld deze staat wel een beetje in het midden. Dus iets naar links. Maar dat heeft te maken met het logo formaat. Maar het ziet er leuk uit. Mooie kwaliteit mokken. Verder staat er geen merk op of whatever. Dat was in ieder geval de Vistaprint variant. Dat kon je lekker aan twee kanten bedrukken. Kost echt relatief geen rol. Dus ja, ik ben er blij met de mokken. Het algemene resultaat. De pen ziet er ook goed uit. Dus dat is wel een kleine aanpassing. Maar nogmaals, met de t-shirts vind ik dat altijd een beetje lastig. Oh, dan hebben we ook nog het petje natuurlijk. Niet vergeten het petje. Nou goed, in ieder geval het laatste. En dat is dan het petje. Waar ik wel heel benieuwd naar was bij dit petje eigenlijk. Is van, gaat hij lekker zitten? Ik had vorige keer met wel zo'n Terminator petje gekocht. Zo'n promotiepetje. Geweldig. Zat echt heerlijk. Dus even kijken. Nou, dit ziet er wel mooi uit. Dat Terminator petje ook.
En het clipsysteem doet werk gewoon uitzonderlijk goed. Je ziet wel, hebben ze er mooi ingeborduurd. Wat ik ook mooi vond, ik kreeg netjes een mailtje. En in het mailtje lieten ze zien dat bijvoorbeeld het logo toch een beetje aan was gepast. En in een echt goede zin. Want op een gegeven moment, de puntjes zijn heel goed uitgekomen. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld het logo wat het zou moeten zijn. Hij is wel iets minder puntig, zoals je ziet. Maar ik vind het niet storend. Daarnaast, het staartje hadden ze ook verbeterd. Dan zie je wel dat het heel moeilijk is voor ze om te beduren. Want ja, je hebt eigenlijk een puntje aan zitten. Zoals je ziet, ziet dat er nou niet helemaal geweldig uit. Maar dat is dus het nadeel van beduren. Waarschijnlijk kunnen ze dat daar niet. Maar voor het packet van China ziet er allemaal leuk uit. Ja, dat is wel, het is goed leesbaar. Dus daar op zich, ik zal hem eens even op mijn hoofd zetten, want ik ben heel benieuwd. Wat ik wel merk is dat hij heel stretch is. Dus dat is echt wel lekker. Het is een heel, heel fijn petje. Dus nou, in ieder geval, daar gaan we in ieder geval verder naar kijken in de loop der tijd. Want in de winter draag ik al het petje. En dat is eigenlijk hetgene wat we dus gaan krijgen. Dit is in ieder geval de merchandise. Laat me weten wat jij ervan vindt. Wat vind je van de merchandise? Moet ik zo'n Wicked Dutch Gamer maken? Of wil jij ook een t-shirtje? Laat me weten. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.